Welkom, lieve mensen, bij opnieuw een donderdag Begrippendag. Tijdens donderdag Begrippendag bespreek ik onder de twee minuten een begrip dat jij lastig vindt. En ik hoop dat dat gaat lukken. Het zal niet iedere keer lukken, maar ik ga wel mijn best doen. En heb jij nou een begrip die je lastig vindt? Laat het dan vooral even weten in de comments. Maar voor vandaag gaan we het begrip gentification uitleggen, en het wordt soms ook wel gentificatie genoemd. Ja, daar beginnen we al. Ik zou zeggen, start de klok en let's go. Tja, wat is gentrification eigenlijk? Gentrification staat ook wel voor gentrificatie. Ja, de woorden worden er niet echt beter op. Maar het gaat erom dat dit begrip aangeeft dat de voorzieningen in een gebied of wijk geüpgrade worden. Vroeger waren er namelijk flink wat fabrieken en oude huizen rondom het centrum te vinden. Nu hebben we die fabrieken liever niet meer vlakbij het centrum. En ook de oude huizen, ja die kunnen wel een likje verf gebruiken. Want ons centrum is natuurlijk juist bedoeld om te shine in het zonnetje, lekker te winkelen en een lekker hapje te doen. Maar inmiddels waren deze fabrieken minder nodig en hierdoor kwamen ze leeg te staan. En ook de huizen waren inmiddels in een meer vervallen staat. Dus tijd voor een upgrade zou je zeggen. Een typisch voorbeeld van gentrification zou daarom kunnen zijn: als je in het centrum loopt van een stad, dat een oude fabriek inmiddels is omgetoverd tot een fancy restaurant. Maar het gevolg van gentrification is dat de bevolking uit de lagere sociale klasse... die normaal gesproken in deze iets wat vervallen wijken of gebieden wonen... aangezien de prijzen daar lager zijn... worden dan nu weggedrongen door de hoger opgeleide en beter verdienende mensen. Dit komt doordat de oude voorzieningen zijn opgeknapt en in waarde zijn gestegen... en dus is het niet meer betaalbaar voor de bevolking uit de lagere sociale klasse om daar te wonen. Zo zie je dat gentrification een lastig woord is maar hopelijk nu wel een begrijpbaar begrip. Ik zeg, terug naar mijn woonkamer. Nou, dat was een eitje, toch? Ik zou zeggen, mocht je nou nog vragen hebben, laat die even lekker achter in de comments. Mocht je nou een begrip hebben dat jij lastig vindt, laat die dan ook even achter in de comments. En mocht je dit kunnen waarderen, doe dan even lekker abonneren. Het reikt. Dus ik zou het snel doen en tot de volgende keer bij een nieuwe Donderdag Begrippen Dag. Voor nu zeg ik alleen nog maar, bye bye, zwaai zwaai.